Goedemorgen en welkom bij het LearNit Webinar. Geen ruzie maken. Oftewel, hoe zorg je dat je een conflict goed oplost? Mijn naam is Annemaria Bezemer, ik ben management en communicatietrainer bij LearNit en ik ga dit Webinar voor je verzorgen. Uh, om te beginnen uh, ga ik even met je kijken naar wat we het komende half uur gaan doen en even wat huishoudelijke mededelingen geven. Uh, allereerst, uh, je ziet als het goed is een chatveld. Uh, en in dat chatveld kun je uh, een opmerking zetten als je bijvoorbeeld technische problemen hebt. Dus als je tegen technische dingen aanloopt, zet dat vooral even in je chatveld. We hebben hier technische ondersteuning, dus dan wordt daar aandacht aan besteed. Mocht je inhoudelijke vragen hebben over dit webinar, kun je dat ook in het chatveld zetten. En ik zal dan aan het eind van het webinar nog even wat tijd en ruimte maken om via het chatveld ook jouw vragen nog even te beantwoorden, mochten de antwoorden niet in het webinar al genoemd worden. Ik ga verder ook nog de interactie met je opzoeken via polvragen. Dus er komen een paar polvragen voorbij. En de antwoorden op die polvragen die kun je gewoon aanklikken. Dus uh, in je, naast je chatveld komen dan de opties. En die kun je gewoon aanklikken. En dan kan ik eens even kijken uh, wat de antwoorden zijn en hoe we daar verder mee kunnen. Nou, ik denk dat dat uh, mijn huishoudelijke mededelingen zijn. En wat mij betreft gaan we uh, lekker beginnen. Uh, wat gaan we doen het komende half uur? Uh, ik ga eerst even met je kijken wat is nou eigenlijk een conflict precies. Want dat is denk ik wel uh, goed om even goed te kijken wat is nou een conflict. Uh, omdat er vaak lading zit op, het, uh, op, de, op de term conflict. Uh, we hebben er vaak een negatief gevoel bij, dus het is misschien wel goed om dat even terug te brengen naar de feitelijkheid. Dan even kijken wat kan er allemaal misgaan bij een conflict? En dan wat kun je het beste wel doen. Ik heb ook even uh, dus gekeken naar de leerdoelen en de opmerkingen die jullie bij de, uh, op het intakeformulier hebben gezet. En daar zie ik ook dat, dat het inderdaad een beetje een lading op zit op conflicten. Maar dat het ook dat er emoties bij komen kijken, dat dat vervelend is. En dat uh, heel veel van jullie geven aan: ik wil een goed resultaat, ik wil een conflict goed oplossen, maar ik wil eigenlijk ook de relatie goed houden. En daar kunnen dan vaak die dilemma's uit voortkomen. Dus dat zit in het programma van vandaag. Om te beginnen. Wil ik dan eens even een polvraag gelijk aan jullie stellen? En die polvraag, daarvoor heb ik een paar plaatjes opgezocht. En mijn vraag aan jou is: welk plaatje ziet er nou eigenlijk het meeste voor jou uit als een conflict? Dus is dat plaatje A, een voetbalwedstrijd? Is dat plaatje B, twee mannen die redelijk amicaal met elkaar aan het praten zijn? Of is dat plaatje C? Waar het blijkbaar nogal wat heftig aan toe gaat en, het, en er nogal wat gebla bla blaad wordt. Dus wat is voor jou het meeste een plaatje wat op een conflict lijkt? Ik ben heel erg benieuwd. Nou, daar kunnen we vrij snel over zijn, <laughs> jullie zijn het erover eens. Plaatje C wint. Uh, oh, ik zie nu dat, dat er ook wel wat mensen uh, plaatje A aanklikken. Plaatje C is de grote winnaar. Niet heel gek natuurlijk, want daar uh, loopt het echt wel mis. Uh, maar voor het antwoord, dus uh, om even te kijken uh, naar het uiteindelijke antwoord, hè, wat, wat is hier nou het meest een conflict, uh, ga ik even met je kijken naar een conflictdefinitie. Dus uh, dankjewel voor jullie antwoorden. Ik zie echt inderdaad, uh, B uh, is niet aangeklikt, dus het is uh, een paar mensen die kiezen voor A de meeste kiezen voor C. Wat is nou in het algemeen een conflict? Nou, dan heb ik hier een definitie en die bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst is een conflict een verschil van mening of een verschil in belangen. Als ik in een training vraag wat is de definitie van een conflict is, is dat altijd zonder uitzondering het eerste wat ik te horen krijg. Er is een verschil, een verschil van mening of belangen. Dat is ook zo, maar we hebben voor een conflict nog meer nodig, namelijk partijen die van elkaar afhankelijk zijn. Als ik een andere mening heb dan jij en we hebben elkaar nergens voor nodig, is er helemaal geen conflict. Dan zijn wij gewoon twee mensen die ergens verschillend over denken. Maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar die afhankelijkheid, dus dat ik voor mijn oplossing van jou afhankelijk ben, voor iets wat ik wil, dan krijgen we een conflict. En dan staat er nog bij, dus het kan ook nog zijn dat we dan dus doelstellingen nastreven, waarden aanhangen die niet met elkaar te verenigen zijn en het botst omdat we van elkaar afhankelijk zijn. Dus ik wil iets wat jij niet wil, maar ik heb jou wel nodig en jij wil iets wat ik niet wil, maar jij hebt mij nodig. En als je er zo naar kijkt, dan kunnen ze kunnen alle drie de antwoorden eigenlijk een conflict zijn. Dus A, de voetbalwedstrijd is een technisch gezien een conflict. Alleen een conflict met regels en afspraken, waar niet altijd iedereen zich aan houdt, maar het is een conflict met regels en afspraken. Want er is een verschil van belang. De blauwe partij wil doelpunten maken in het goal van de witte partij en andersom. En ze zitten elkaar in de weg. Ze hebben elkaar dus nodig voor het bereiken van resultaat. Het zijn onverenigbare doelstellingen. Ik wil winnen, dan moet jij verliezen. Jij wil winnen, dan moet ik verliezen. Dus A is een conflict. B kan een conflict zijn. Want we zitten wel aardig met elkaar te praten, maar het kan zomaar zijn dat we onverenigbare belangen hebben. Het is alleen nog niet geëscaleerd, maar het kan wel degelijk een conflict zijn. En C, ja, daar is een conflict al waarschijnlijk geëscaleerd, want daar zie je al dat het een beetje hard gaat, stevig gaat, dat er niet meer naar elkaar geluisterd wordt. Dus dat is een conflict wat al geëscaleerd is. En het interessante is dat we dat dus vaak herkennen als conflict. Nou, wat is dan? Uh, belangrijk, uh, uh, zeg maar van hieruit, hè? waarom is die definitie zo belangrijk? Nou, wat er vooral misgaat, wat ik in mijn praktijk vooral merk, is dat het misgaat omdat we niet in de gaten hebben dat we al in een conflict zitten. En daarom is die definitie zo belangrijk. Dus realiseer je dat er al sprake is van onverenigbare belangen of meningen, maar dat we van elkaar afhankelijk zijn, dan hoeft het nog helemaal niet geëscaleerd te zijn, maar dan heb je eigenlijk al wel een conflict. Dus hoe kan het nou misgaan? Stap 1: je hebt het niet in de gaten. Doordat je het niet in de gaten hebt, kan het escaleren. En bij de escalatie komen vaak heftige emoties kijken. En dan herkennen we het vaak als een conflict. Maar dan zijn we vaak al een beetje te laat om het goed op te kunnen lossen, hè, zodat we ook nog de relatie goed houden. Het eerste wat we daarvoor ook moeten weten is dat een conflict al een conflict is, dat je al in een conflict zit als één van de partijen het als een conflict ervaart. Ik hoor dat in de praktijk wel eens in de trainingen ook dat iemand zegt: "Ja, nou, er kwam een collega naar me toe en die ging me toch ineens tekeer en ik dacht, er is toch niks aan de hand. Waar gaat dit over?" Dus dan heb je zelf nog helemaal niet de beleving dat je in een conflict zit, maar een collega wel en die maakt zich al behoorlijk druk. Dus we kunnen dan niet meer ontkennen dat we in een conflict zitten. We kunnen wel Erkennen dat we er anders naar kijken en het ook anders beleven. Maar hou in de gaten, hou in je achterhoofd. We werken veel met elkaar samen. We hebben lang niet altijd in de gaten dat er iets speelt van een belangenverstrengeling of juist een belangenverschil. Maar als één van de partijen het als een conflict aanvaardt, zit je in een conflict. Ontken dat niet. Hou daar rekening mee, zodat je soms misschien wel wat vaker op tijd kunt zijn met het oplossen ervan. Nou, dan is het ook nog fijn om in de gaten te hebben in wat voor soort conflict je zit. Ik heb daarvoor de verdeling genomen nu van Karsten de Dreu. Dat is een sociaal psycholoog en hij geeft ook les aan de Universiteit in Leiden. En hij heeft een tweetrapsverdeling gemaakt die wel praktisch is, met name in de werksituatie. En hij zegt er zijn twee soorten, basis, twee soorten conflicten in de basis en dat is ofwel het gaat over de taak... Ofwel het gaat over de mens, dus over de samenwerking. En dat noemt hij een sociaal-emotioneel conflict. Dus het is goed om daar al een, uh, uh, zeg maar een verschil in te kunnen maken. Dat je in de gaten hebt, gaat dit conflict nou daadwerkelijk over de uitvoering van een taak? Of gaat dit conflict over onze samenwerking hè, als mensen van vlees en bloed, zou ik maar even zeggen? En daarna, zegt hij, die conflicten kunnen dan weer onderverdeeld worden in ofwel een meningsverschil. Ofwel een belangentegenstelling. En wat is daar nou het verschil tussen? Nou, bij een meningsverschil heb je hetzelfde belang, hetzelfde doel, maar heb je een andere kijk op de weg ernaartoe. Dus dan heb je een verschil van mening over hoe je daar aankomt. En belangentegenstellingen, nou dan heb je dus echt te maken met verschillende belangen. Dat is goed om die onderscheidingen te kunnen maken, omdat je dan ook de goede dingen kunt doen om het op te lossen, natuurlijk. Dus ik vind het wel even leuk om daar een polvraag aan te wijden, om te kijken. Uh, of het voor jullie nu een beetje duidelijk is wat die verschillen nou zijn in de praktijk. Dus ik heb een casus voor jullie. En de casus is: Marijke en Ingrid werken samen aan de receptie van een hotel. En Marijke ergert zich steeds aan de flauwe grappen die Indrik, Ingrid over de gasten maakt. Dus zij vindt dat vervelend, ze zegt er ook wat van. Maar Ingrid snapt dat niet, want die denkt: Nou ja, dat maakt toch niet uit. Ik maak een grapje als ze er niet bij zijn, dat merken ze verder toch niet. Ik doe gewoon aardig tegen ze als ze er wel bij zijn. Dus in deze casus hebben we te maken met een conflict. En de vraag is: welke combinatie hebben we hier? Dus is het een taakconflict en ook een belangentegenstelling? Is het een taakconflict, maar een meningsverschil? Dus hebben we hetzelfde belang, maar een andere kijk op de weg ernaartoe? Is het een sociaal-emotioneel conflict? Dus gaat het over de samenwerking en een belangentegenstelling? Of is het een sociaal-emotioneel conflict en een meningsverschil? Ik ben heel benieuwd hoe jullie daarna kijken naar die korte uitleg die ik gegeven heb. Dat realiseer ik me, maar ik ben heel benieuwd wat voor conflict het volgens jullie is. Welke combinatie is dit? Nou, ik heb het blijkbaar toch lang genoeg over gedaan. Of het is niet zo ingewikkeld, want de meeste van jullie hebben inderdaad gekozen voor D. Ik heb nog een paar die gekozen hebben voor C. Dus jullie zijn het met elkaar in ieder geval erover eens. Dit is een sociaal-emotioneel conflict. Dit gaat niet over de uitvoering van de taak, daar zijn ze het over eens, maar dit gaat over de weg er naartoe. Hoe ga je, hoe praat je over gasten, hoe ga je daarmee om? Dus, en het doel is ook hetzelfde, dus vandaar dat inderdaad antwoord D het goede antwoord is. Het is een meningsverschil. Ze hebben echt een, uh, een andere kijk op hoe je over gasten praat en hoe je met gasten omgaat, als ze er niet bij zijn. Dus het helpen van gasten, het tevoortstaan van gasten. Dat zullen ze allemaal op dezelfde manier doen. Nou, je kunt je voorstellen dat als je dit wat beter weet, dus je kunt ook wat analyseren van met wat voor uh, conflict heb ik te maken, dat je dan ook wat beter een conflict goed kunt oplossen. Nou, dan is het nog belangrijk, hè, in het kader van. heb in de gaten dat je in een conflict zit, dat je dat dus ook op het juiste moment al merkt. En vaak merken we dat pas te laat. Daarvoor wil ik even met je kijken naar de fases van een conflict. Een conflict begint al als hij nog onder de oppervlakte zit. Dat noemen we een latent conflict. Dan hebben we eigenlijk al verschillende strevingen en doelen. We hebben al verschillende belangen of meningen. Maar het ligt nog niet op tafel. Het is nog niet aan de oppervlakte gekomen. We hebben het er nog niet over. Maar we beleven het eigenlijk al wel als. We weten dat er verschillen spelen. En we hebben er al een beetje last van. Maar we zijn ons er nog niet zozeer bewust van. Op het moment dat dat gebeurt en we worden er bewust van, noemen we het. Een onderkend conflict. Dus dan wordt het al als zodanig ervaren. En dit is de fase waarin je eigenlijk aan de oplossingen moet beginnen te werken. Want hier zijn we er ons bewust van, maar we hebben nog geen beschadigingen opgelopen. We zijn nog niet beledigd of gekwetst of gefrustreerd geraakt. Dus in de fase onderkend conflict is het de fase waarin we een conflict moeten gaan oplossen. En het probleem daarvan is dat negen van de tien keer we het dan eigenlijk nog niet als een conflict herkennen. Maar dan zeggen we: Ah, oh, het valt allemaal wel mee en het komt wel goed. En laten we ons maar niet druk maken. Dus het is belangrijk om in zo'n fase een conflict al serieus te nemen. Als je dat niet doet en je hebt het gewoon niet in de gaten. of je schuift het nog een beetje aan de kant. dan ga je over naar een beleefd conflict. En een beleefd conflict betekent: De empathie is eruit. Ik voel geen empathie meer. Bij de, met de ander. Ik ben eigenlijk alleen nog maar bezig met mijn eigen gevoelens. Ik ben dus gekwetst, beledigd, gefrustreerd, weet ik het wat. Maar ik heb geen ruimte meer om empathische of sympathieke gevoelens voor de ander te hebben. En als dat gebeurt, wordt het steeds moeilijker om een conflict goed op te lossen. En dan gaat het een manifest conflict worden. En dan gaat het een geëscaleerd conflict worden. En dat gaat soms sneller dan. Nou ja, dan wij in de gaten hebben. En als je in een manifest conflict of een geëscaleerd conflict zit, dus als er sprake is van dreiging, uh, hè, als, we, als we al coalities aan het vormen zijn, als we al mensen aan het, met mensen aan het praten zijn, verveert het ook vervelend en wat doet hij toch raar en belachelijk? Vind je het ook niet belachelijk? Ja, ik vind het ook belachelijk. Ja, ga dan nog maar eens uh, sympathie hebben voor de andere partij en ga dan nog maar eens naar een, een goede gezamenlijke oplossing zoeken. Dus, mijn belangrijkste boodschap hier is, hoe kan het misgaan? Heb in de gaten, heb op tijd in de gaten, dat er een potentieel conflict dreigt. Eventjes nog, als het nou misgaat, dan is het natuurlijk wel uh, belangrijk dat je dat ook weer niet te ver op laat lopen. En dat je toch nog probeert hè, om uh, ergens in die escalatiefases het terug te draaien, hoe moeilijk dat ook is. En daarvoor heb ik de volgende, oh, de volgende uh, uh, slide er even bij... Er staat heel veel tekst op, hoef je niet gelijk allemaal te lezen. Maar wat voor mij belangrijk is, is dat je ziet dat het van, laten we zeggen, groen naar rood gaat. En dat die fases in fase 1, fase 2 en fase 3 eh, onderverdeeld zijn. En dit zijn de fases waarin het gebrek aan sympathie voor de ander. en het, eh, zeg maar het krijgen van een heel sterk gevoel van ik moet winnen en de ander mag best verliezen. dat dat heel sterk eh, en snel oploopt en uit de hand loopt. En hoe verder je richting geel en rood gaat, nou ja, je kunt je voorstellen dat een oplossing dan steeds verder weg raakt. En die escalatiefases willen we eigenlijk helemaal voorkomen. Maar als je dat, dat lukt misschien niet altijd. Maar als je in de gaten hebt dat je in een beleefd conflict zit, dus als je merkt of aan jezelf of aan de ander, er is geen uh, begrip meer voor het standpunt van de ander. Er is geen empathie meer. Er zit geen gevoel meer in. Dan moet er heel snel een oplossing worden bereikt. Dan kun je niet meer zeggen, ik wacht nog wel even af. Zorg dat je niet in dat diepe rood terechtkomt waarin je echt samen op de afgrond afgaat. Dat gunnen we niemand. Nou, dan, uh, waar gebeurt die escalatie nou door? Want ik zeg wel steeds, hè, als je daar inmiddels in terechtkomt, dan kun je echt niet meer terug. Uh, meestal is die escalatie, heeft die escalatie niets te maken met de oorspronkelijke oorzaak van het conflict. Dus die hebben meestal niks te maken met het meningsverschil of met het belangenconflict. Maar escalatie heeft bijna altijd iets te maken met emoties. Nou, he, horen emoties erbij? Want je raakt emotioneel betrokken als je iets wil bereiken. Je raakt emotioneel betrokken als iemand je niet wil helpen. Dus die gewone emoties, die emoties die ook ervoor kunnen zorgen dat je nog empathie en sympathie voor de ander hebt, die horen er gewoon bij. Negeer die niet. Zeg ook niet, dat mag niet of dat, dat druk ik weg. Emoties horen erbij. Maar het wordt pas ingewikkeld en het wordt pas lastig als die emoties dus gebaseerd zijn op. He, sterke meningen, normen en waarden. En als je dus alleen maar met je eigen emoties bezig bent. Want dat is dus die stap waarin je die empathie voor de ander niet meer kunt opbrengen. En dan is een, het vinden van een gezamenlijke oplossing gewoon heel erg lastig geworden. Nou, wat kan je nou het beste wel doen? Uh, he, want het lijkt me goed dat we daar nou eens even naar gaan kijken. Wat kan je nou het beste wel doen? En daarvoor ben ik er wel even in geïnteresseerd om te kijken hoe ga jij nu het meeste om met conflicten. Dus zeg je nou, ik ga conflicten eigenlijk het liefst uit de weg. Zeg je nou, ik ga ze gewoon aan hoor en ik wil winnen. Zeg je nou, ik, ik zoek toch eigenlijk altijd wel naar een gezamenlijke oplossing. Of zeg je, ik geef meestal gewoon toe. Welke past het meeste bij de manier waarop jij nu naar conflicten kijkt? Ik ben weer benieuwd. We hebben weer twee winnende antwoorden. Even kijken hoor, want jullie zijn nog een beetje aan het invullen, zo te zien. Nee, volgens mij komen er nu geen nieuwe meer bij. Jullie zijn snel. De winnaar is C. Ik ga op zoek naar een gezamenlijke oplossing. Er zijn een aantal mensen die ook hebben gekozen voor A. Ik ga conflicten uit de weg. En D. Er zijn ook een paar mensen die voor D hebben gekozen. Ik geef meestal toe. Misschien is het een verrassing voor je, maar hier is geen goed of fout. Natuurlijk is het zo dat C een antwoord is wat we eigenlijk het liefste willen horen. Laten we nou op zoek gaan naar een gezamenlijke oplossing. Maar het interessante bij conflicten is dat er zijn heel veel oplossingen mogelijk zijn. En eigenlijk zijn A tot en met D allemaal mogelijke oplossingen afhankelijk van de situatie. Want wat is namelijk het probleem bij C? C kost heel veel tijd en energie. Dus het is een fantastische oplossing... Maar je moet er ook echt wel heel veel voor doen. En dus is het goed om als je dus in plaats van je te verliezen in je meningen en oordelen en normen en waarden en gekwetst zijn. Hè, dus het eigenlijk het achteruit kijken en er een oordeel over hebben. Als je in plaats daarvan gaat kijken naar het goed oplossen van een conflict in de zin van wat heeft het conflict nodig. Hè, wat kan ik doen om er goed uit te komen. Dan zijn er twee grootheden waar je rekening mee kunt houden. En dat is de zorg voor andermansbelang. Dus de andere partij en de zorg voor eigen belang. En die afwegingen moet je dus goed bekijken. Hè? En daar maak je de afweging over: wat ga ik doen? Dus is in een bepaalde situatie anders, andermans belang voor jouw idee groter dan het jouwe? Ja, dan ga je dus iets anders doen dan als dat andersom is. En als je een inschatting maakt dat beide belangen even groot zijn, ga je weer wat anders doen. Dus wat je het beste wel kunt doen, is heel bewust. Analyseren, bekijken. Wat is andermans belang? Hoe groot is dat? Wat is mijn belang? Hoe groot is dat? Hoe groot is mijn zorg voor andermans belang? En hoe groot is mijn zorg voor mijn eigen belang? Dus focus niet op meningen en gevoelens, maar kijk naar wat je wil bereiken. Nou, Thomas Kilman heeft daar een mooi overzicht van gemaakt. Daar ga ik nu even met je naartoe. En die heeft die twee grootheden van de zorg voor andermans belang en de zorg voor eigen belang in een schema gezet en daar vijf combinaties uit gehaald. En in die vijf combinaties, ik had in de polvraag de vier staan, dus de enige die ik niet had was het compromis, maar de vier buitenste stonden er allemaal in, A tot en met D. En je ziet dat ze alle vijf kunnen, maar dat het heel belangrijk is waarom je iets doet. Dus als je net antwoord hebt gegeven en hebt gezegd, nou ik vermijd graag een conflict, hè, dus meestal vermijd ik een conflict, dat is dus linksonder de schildpad die je ziet, dan is het maar net afhankelijk van waarom je dat doet. En dat zorgt ervoor of je een conflict goed oplost of niet. Dus als je een conflict vermijdt omdat je er eigenlijk een beetje bang voor bent en je durft niet zo goed, dan is het geen, misschien geen goede oplossing, want dan past het niet bij de situatie. Maar als je een conflict vermijdt omdat je eigenlijk helemaal geen belang hebt, het is niet belangrijk genoeg voor jou, en het is ook niet interessant om je bezig te houden met het belang van de ander, ja, dan is vermijden een heel goed idee. Waarom zou je er dan energie in steken? Waarom zou je dan je best doen om zo'n conflict aan te gaan en op te lossen als je eigenlijk niks te winnen hebt? Dus het is niet zozeer dat er één goede oplossing is voor een conflict in het algemeen. Maar het gaat erom, wat is de situatie? Wat ben je bereid en in staat om te doen? En dan kies je de passende oplossing daarbij. Dus linksboven bijvoorbeeld, hè? dat is dat je een conflict doordrukt, dus dat je wil winnen en dat je bereid bent om de ander te laten verliezen. Dat brengt schade toe aan de relatie met de ander, want daarmee bereikt de ander niet wat hij wil. Kun je die schade hebben of is een Situatie belangrijk genoeg is er bijvoorbeeld sprake van een crisis of moet er een keer gewoon een beslissing genomen worden? En heb je de macht om dat te doen? Want dat is natuurlijk ook nog wel belangrijk bij het forceren of doordrukken. Ja, dan kun je dat prima doen. Moet je niet te vaak doen natuurlijk hè. Het moet niet zo zijn dat je altijd een conflict wil doordrukken, maar ergens moet je soms ook gewoon een beslissing nemen. als er brand uitbreekt, dan kan ik het wel fijn vinden dat we met z'n allen gaan samenwerken en dan kan ik het wel belangrijk vinden om een goede relatie met jou te handhaven. Maar mijn eerste doel is dan je leven redden. Dus dan pak ik je bij kop en kont en dan druk ik door en dan gaan we met z'n allen naar buiten. Dus het is niet zozeer dat er één oplossing belangrijk is. Bij een conflict is het veel belangrijker dat je goed nadenkt over die oplossing, goed kijkt naar de mogelijke consequenties en op basis daarvan een keuze maakt. Nou, hoe ziet dan een, bijvoorbeeld een gespreksaanpak eruit als je, het, uh, als je bezig bent met conflicthantering en je hebt een oplossing gekozen. Of je wilt met elkaar kijken welke oplossing het beste past? Dan is het belangrijk dat je met elkaar het gesprek aangaat en daarbij dus aandacht hebt voor én het belang van jou en het belang van de ander. En zorg dat je daar ook open in staat. Dus geef duidelijk aan wat voor jou belangrijk is, maar onderzoek ook wat er bij de ander speelt. En ga dan samen kijken naar die oplossing. Dus je neemt stelling of je geeft toe of allebei een beetje afhankelijk van de oplossing die je hebt gekozen. En dan is het belangrijk om daar natuurlijk duidelijke afspraken over te maken en die ook te evalueren. Nou, je hebt daar twee vaardigheden voor nodig. Uh, de eerste vaardigheid uh, die ik gekozen heb is de vaardigheid om te onderzoeken wat er bij de ander speelt en je in de ander te verplaatsen. Nou, dat noemen we de LSD-vaardigheid, luisteren, samenvatten en doorvragen. Dat is iets wat we in de trainingen heel veel oefenen. Dat is een enorm deescalerende vaardigheid. Misschien dat velen van jullie die vaardigheid ook gewoon kennen. Uh, en, en misschien al op allerlei dingen inzetten. Uh, Houd daarbij in de gaten dat als je al geëmotioneerd bent en het is al een beetje in de escalatie aan het komen, is de stap om te onderzoeken wat bij de ander speelt en echt open te luisteren natuurlijk groter en moeilijker. Dus hoe eerder je daarmee begint, hoe makkelijker het voor je is. Maar luisteren, samenvatten en doorvragen, daarmee aandacht geven aan de ander, respect tonen voor de ander, erkenning geven aan de ander. Dat helpt enorm in het deescaleren van een conflict en ook in het oplossen. Dus dat is deel 1. En deel 2 is: geef een duidelijke, objectieve uh, boodschap aan de ander over wat jij wil. Haal er geen andere mensen bij, haal geen oude koeien uit de sloot. Maak het niet persoonlijk, blijf gewoon objectief en benoem concrete effecten die het gedrag op je heeft. Dus wees zo objectief en concreet mogelijk. En ik heb hier uh, voor je als hulpmiddeltje uh, de regels van de feedback even gegeven die je daarvoor kunt gebruiken. Want die helpen heel goed om een boodschap te objectiveren: om hem concreet en helder te maken en uit dat hele stuk van emoties en gevoelens en frustraties. En al dat soort dingen te halen. Dus je kunt de regels van de feedback heel goed gebruiken om heel duidelijk, heel objectief aan te geven wat jouw belang is. Nou, en dan is eigenlijk mijn laatste tip, of eigenlijk even de conclusie die ik heb naar aanleiding van wat we allemaal besproken hebben. Allereerst heb in de gaten dat je in een conflict zit. Dus zorg dat je oplet en dat je goed luistert naar mensen als mensen. Soms ook impliciet aangeven dat ze het ergens niet mee eens zijn. Of dat ze. Uh, stel dat iemand al verschillende keren naar je toegekomen is met hetzelfde onderwerp. en dat jij denkt: ja, dat weet ik toch al. dan kan het heel goed zijn dat het voor die ander dus niet voldoende is opgelost. dat je er nog niet voldoende aandacht aan hebt besteed. en dat dat ineens zomaar van links komt en escaleert. Dus heb in de gaten dat je in een conflict zit. heb ook in de gaten in welk soort conflict je zit. want dat is belangrijk voor de oplossing. Als het een conflict is wat taakgerelateerd is, kun je dat dus binnen de taken heel concreet en qua structuren oplossen. Maar als het een sociaal-emotioneel sociaal conflict is, dan is het iets van mensen onderling. En dan komt er veel meer hè, de samenwerking van mens tot mens, de hoe denken wij over dingen bij kijken. Laat het niet escaleren, zorg dat je het al in de gaten hebt voordat die escalatie gebeurt, voordat die empathie weg is. Handel op basis van wat je wil bereiken en niet op basis van meningen en gevoelens. En heb vooral respect voor jouw eigen mening, maar ook die van de andere partij. Nou, dan hebben we de inhoud van het webinar gehad. Ik hoop van harte dat je hier wat aan hebt en dat je hiermee verder kunt. Um, vind je het interessante materie? En denk je bij jezelf: Nou, ik wil daar eigenlijk nog wel wat meer mee. Dan geven wij natuurlijk ook trainingen uh, die met conflicthantering te maken hebben. Ik heb er hier even twee voor je uh, neergezet. De training conflicthantering uiteraard, dat is een tweedaagse training die we doen. Maar we hebben ook een training beïnvloedingsvaardigheden en overtuigingskracht. En dat is een training waarmee je je doelen kunt behalen zonder dat het zelfs maar in de buurt komt van een conflict. En dat is natuurlijk ook al heel fijn, hè? dat we dat conflict gewoon kunnen uh, vermijden omdat we uh, de goede dingen doen op het goede moment. Dus dat zijn trainingen die ik je nog kan, kan aanraden. Um, nou, en dan rest mij alleen nog om je nog eventjes attent te maken op dat je na dit webinar een mailtje van ons krijgt. Waarin je de link vindt naar de opname van dit webinar. Dus dan kun je dat lekker nog even op je eigen tijd terugkijken. En je vindt ook een, een mailtje met uh, een evaluatieformulier. Ik kon even niet op het woord komen, sorry. Evaluatieformulier, we vinden het fijn om even van je te weten hoe je het webinar hebt ervaren. En of het aan je verwachtingen heeft voldaan. Want daar leren wij dan ook weer van. Nou, dan ben ik er doorheen. Uh, dank je wel voor je aandacht. Uh, en dank je wel voor het bijwonen en geven van de antwoorden op de polvragen. Mocht je nog vragen hebben, dan mag je ze dus nog op het chatveld stellen. Ik ga zo meteen hier nog even zitten. En dan ga ik via de chat de vragen die nog openstaan beantwoorden. En dan wens ik je nog een hele fijne dag.